is een schitterende maandagmorgen. Ik moet even gaan bedenken wat we deze week gaan doen en wat er urgent is, bijvoorbeeld voor degene die komen wieden. Ik krijg veel bezoek deze week, dus je wil ook dat het er gewoon netjes bij ligt. En daarom maak ik heel regelmatig een rondje door de gewassen om gewoon simpelweg te kijken wat er gebeurt. Want voor mij zijn veel dingen net zo nieuw als voor jullie. En daarom neem ik jullie nu mee met een rondje door het veld. Zaterdagavond heb ik de strookjes gras met klaver in de strookteeltperceel gemaaid. Het is heerlijk om de geur ervan te ruiken. En er stonden zoveel bloemen in dat het echt noodzakelijk was om het weg te werken. Alleen de laatste dagen regent het af en toe. Dat is prima voor de gewassen, maar niet echt ideaal om mooi kougras te maken. De aaien groeien echt ontzettend hard. Ik wil graag nog één keer met de schoffel er doorheen. De pompoenen staat veel onkruid in. Ik moet daar nog een keer met de schoffel langs. Vorige keer niet helemaal goed gegaan. Maar ze worden ook zo groot dat ze al het onkruid eigenlijk wel overgroeien. En van de kool wordt flink gevreten. Je ziet de stukken van de bladeren af. En de gaten in de bladeren zitten. En daarvoor heb ik afgelopen zaterdag heb ik laten spuiten in de kool. Niet met het straffe middel wat ik niet wilde spuiten. Maar met een wat natuurlijker middel. Waardoor toch de rupsen in de koolmotten verdwijnen. Zeker als straks de kooltjes zelf gevormd worden, is het belangrijk dat er niet veel verraad in zit. Anders heeft het invloed op de inhoud van de kolen straks. Pastinaak is voor mij een heel nieuw gewas. Maar wel mooi om het zo te zien groeien. Bijzondere blaadjes. En ik ben benieuwd hoe het eruit komt te zien en wat voor gewas het wordt. Nou, het nadeel van de vroege ochtend is dat je eigen schaduw heel snel in beeld komt. Maar ik maak hier toch even een filmpje van. Zodat jullie zien hoe prachtig in dit geval de agria aardappels in bloei staan. Volgens mij is mij vooraf verteld dat witte kool meer opbrengst zou geven dan rode kool. Nou, ik kan het nu mooi vergelijken omdat ik ze afwisselend heb staan in de stroken. Wat mij opvalt is van de rode kool veel minder gegeten werd door de duival. Ze groeien zeker zo goed als de andere kool. En nu omdat ze lekker in een velletje zitten merk ik dat er ook gewoon minder verraad is van de koolmot en de rups van het koolwitje. De wortelen op de zware grond doen het echt prachtig. En wat mij opvalt is qua wieden dat het voor de wieders heel makkelijk is om te wieden. Omdat de onkruidjes gewoon heel makkelijk te onderscheiden zijn van het loof. Het wildbloemenmengsel staat er echt prachtig mooi bij. Wat vooral opvalt is dat de boekweit overheerst. Dit is echt ver weg het minste baantje witte kool. Je ziet dat er veel duivenvraat zit erin. Het heeft heel erg last gehad. De combinatie van verraad en droogte. De vers geplante bloemkool. Ja, daar zit wat verraad in. Van duiven. Het begint eigenlijk het verraad weer vooraf aan. Het enige grote verschil is dat zij een goede start gehad hebben. Doordat het lekker regende gelijk na het planten. Dus we gaan gewoon kijken wat er van terecht komt. De haven met de erwten. Staan er momenteel ook prachtig bij. Omdat de erwten paarsroze bloemetjes hebben. Ja, dat is genieten. Ook hier op de boerderij zelf is het echt genieten van de prachtigste creaties. Egeltje wandelt heel regelmatig vlak langs ons huis. En kunnen we gewoon van heel dichtbij bekijken. Wat een prachtig beest. En pas werd er door Thijs Baan een prachtige vlinder. Een best wel redelijk zeldzame vlinder in onze tuin gezien. En ook nog heel mooi op de plaat vastgelegd. En zo genieten we van alle prachtige creaties in onze omgeving. De afgelopen week zijn diverse groepen langs geweest. Onder andere mijn collega's bioboeren uit het Zuidwesten. En een aantal afnemers. Het is nu de tijd dat we volop bezig zijn met de afzet van de producten. Voor dit jaar en de volgende jaren. En om te laten zien waar we zo druk mee bezig geweest zijn. De afgelopen maanden. Ik zag mijn percelen als visitekaartje. En ik vond het belangrijk om mensen gewoon in de praktijk te laten zien. En te vertellen hoe het werkt en wat er allemaal bij komt kijken. En hoe gaaf het is. En het lijkt erop dat het goed werkt. Koen is vanavond speciaal hier naartoe gekomen. En is echt een alleskunner. Hij kan vliegen met een drone. En heel mooi de vlogs in elkaar zetten voor mij. En daar ben ik super dankbaar voor.